Wij maken van suikerbieten maken wij allerlei producten. Natuurlijk is kristalsuiker daarvan de bekendste. Maar er is een diversiteit aan producten die we van die bieten kunnen maken. En dat houdt niet op bij suiker, dat is ook meststoffen, dat zijn eiwitten, dat kunnen vezels zijn. Elk component van die biet, of het nou de blad is, de biet zelf, de vezels, het water, alles krijgt een nuttige toepassing. En dat zie je ook doordat we de biet nou bijvoorbeeld gebruiken om de restanten in te zetten voor groen gasproductie. Nou ja, op de achtergrond zien we onze windmolens, we hebben een waterzuivering, het water gaat schoner terug naar de oppervlak. Dus ja, MVO, duurzaamheid, ja, dat past gewoon bij ons. De relatie met de HAS is er al vanaf oudsher. Zij werken ook aan hele concrete opdrachten voor bijvoorbeeld de agrarische dienst. Zo zijn er projecten geweest om bij telers bewustwording op het gebied van biodiversiteit te vergroten. We hebben projecten gehad bij onze vergistinginstallatie om de nutriëntbalansen in kaart te brengen. Ja, er zijn tal van raakvlakken die wij hebben met de HAS en eigenlijk ja, is dat altijd een goede match. Ja, we hebben die hassers nodig omdat die creatief zijn. Ze hebben toch een andere manier van denken en ze zijn lekker hands-on. En je ziet vaak bij hassers dat die of een agrarische achtergrond hebben of natuurlijk heel veel interesse hebben in die agrarische sector. Ja, en daardoor heb je eigenlijk altijd een goede match. Ik heb daar zelf in de collegebanken gezeten en een jaar later stond ik aan de andere kant van de stoeltjes. Dus dat is natuurlijk hartstikke tof dat eerst wat ik geleerd heb, vervolgens ik de volgende student kan vertellen. En zelfs onze CEO heeft ook de opleiding aan de HAS genoten. Dus zo zie je, er zijn volop kansen bij ons, want heel veel collega's hebben een achtergrond bij de HAS. Goed, hassers, hartstikke bedankt voor de nominatie. En nou willen we winnen ook, dus ga naar hasyearevent.nl en stem op SuikerUnie.